De raad van bestuur van Fortis is altijd een mannenbastion geweest. En dat heeft het bedrijf tijdens de financieel-economische crisis gevoeld. Althans volgens CD&V-senatrice Sabine de Betune. Het is misschien straf om te zeggen dat het de schuld van de mannen is dat die crisis er nu is. Dat gaat te ver. Maar het is wel juist om te zeggen dat we de crisis misschien hadden kunnen vermijden indien die besluitvorming meer divers, meer gemengd was geweest, indien er een evenwicht was geweest tussen mannen en vrouwen in besluitvorming. Van de 258 bestuurders van Bel20 bedrijven zijn er maar 23 vrouwen. Belgacom doet het beste met 5 vrouwen in zijn raad van bestuur. GDF Suez telt 3 vrouwen in zijn rangen. Dexia Mobistar, NPM en UCB hebben er 2, de rest 1 of geen. In het uitvoerend management zetelen nog minder vrouwen. De Betune wijst erop dat quota in de politiek voor een positieve omwenteling gezorgd hebben. Daarom heeft ze een wetsvoorstel ingediend om beursgenoteerde bedrijven te verplichten minstens 30% vrouwen in hun raad van bestuur op te nemen. Er is een begin van wetenschappelijk bewijs dat in die raden van bestuur, waar ook vrouwen in zitten, dat eigenlijk rendabel is voor de onderneming of voor het bedrijf. Er is meer aandacht voor andere punten, ruimere aandacht in de besluitvorming, duurzamer op langere termijn. De Betune vindt trouwens dat ook scholen en universiteiten, ziekenhuizen, de magistratuur, de media en de culturele sector baat kunnen hebben bij quota. Alleen zo kunnen we een te trage maatschappelijke evolutie versnellen, klinkt het. In heel wat Europese landen bestaan zulke quota.